Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Versterking diplomatieke relaties prioriteit 2023. Commissievoorzitter Ashish Kumar Gayadin geeft duidelijkheid BTW. Bibes gaat voor verruiming schenkingsfinanciering. En minister Ramdin ontkracht berichtgeving over kostendienstreis India. In het jaar 2023 zal het versterken van bestaande diplomatieke relaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingen met wederzijds voordeel prioriteit genieten. Politieke diplomatie, sociaal-economisch functionele elementen en het versterken van de zakelijke betrekking zijn cruciaal in het intensiveringstraject. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op 4 januari kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie over het jaarverslag van 2022 en vooruitblik op 2023. Nou, wat we hebben bereikt en voortgezet in de afgelopen 12 maanden is een versterking, een verdere versterking van onze bilaterale relaties in de regio. De samenwerking met een aantal landen zoals Trinidad en Tobago en Barbados, naast wat we reeds hadden ingezet, Frans-Guyana en Guyana en Brazilië, hebben we daaraan toegevoegd. Trinidad en Tobago en Barbados. Ik kan u alvast aangeven dat dit jaar we ook de relaties met Jamaica zullen versterken. Ook op het hogere niveau van samenwerking. Niet alleen politiek, niet alleen omdat we ook lid zijn gezamenlijk van CARICOM, maar ook omdat we ook economische belangen willen zien behartigen. Hetzelfde zullen we doen in de regio. Dat zijn twee speerpunten. Ik ga zowel 2022 behandelen als 2023. Is ook met de Antillen, dus met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En die voorbereidingen worden reeds getroffen. We focussen even op deze twee groepen alleen. Want we moeten natuurlijk bestendigen, uitbreiden en de follow-up doen met betrekking tot Barbados, Guyana, Brazilië, Frans-Guyana. En nu voegen we dus de twee, wel, de eilandengroepen eraan toe en ook Jamaica. Mogelijkerwijs, maar dat zal afhangen van de toekomstige ontwikkelingen, in de tweede helft van het jaar de relaties met de Dominicaanse Republiek en Centraal-Amerika. Maar ik hou daar een slag om de arm, omdat er toch een aantal issues spelen in de relatie tot de Dominicaanse Republiek vanuit CARICOM perspectief, in relatie tot Haiti, dan moet ik daar duidelijk over zijn. Suriname heeft traditioneel goede relaties onderhouden met de Dominicaanse Republiek. Jaren, de tijden toen Bruinsheel zelfs houtpakketten, woningpakketten exporteerde. Die huizen staan er nog zelfs, sommige van ze in de Dominicaanse Republiek. Dus er is een mogelijkheid voor ons daar. En met Centraal-Amerika in de ruimere context van marktvergroting. Dat zou dan de regio moeten zijn. We hebben op agenda, en president Santokki heeft in het afgelopen bezoek kort hierover met president Lula gesproken, is de strategische samenwerking tussen Guyana, Suriname en Brazilië, dat een lange termijn visie onder zich heeft. Dat blijft op de agenda en wij hopen dat binnen afzienbare tijd we de tweede vergadering tussen de drie leiders kunnen hebben om verder inhoud te geven aan dat traject. De belasting over toegevoegde waarde BTW is op 1 januari 2023 ingegaan. Onder de gemeenschap heerst er nog veel onduidelijkheid over deze wetgeving en is men onzeker over de implementatie hiervan. BTW-commissievoorzitter Ashish Kumar Gayadin is van mening dat de detailhandel de consument in de eerste drie maanden van 2023 geen BTW in rekening kan brengen. In gesprek met de communicatiedienst Suriname gaat hij hier uitvoerig op in.
Als je kijkt naar een loonbelasting bijvoorbeeld, dat je bij voorbaat al begint af te trekken als overheid, wat jij verdient. Terwijl je dan de ene minder consumeert en de andere meer consumeert. Meer gebruik maakt van verschillende diensten. Dus vanuit dat oogpunt bekeken is het zo dat je dan meer gaat naar indirecte belastingen, toch? Dus dat wil zeggen dat je wie meer gebruikt, zal meer betalen. Ik ben blij dat vanuit deze regering gewaagd gemaakt is geworden om een gedurfde stap om dat te introduceren. Maar het is een heel nieuw belastingsysteem en je zal wenningsproblemen krijgen. Je zal uit die samenleving ook een situatie krijgen waarbij je niet begrepen wordt. Want het is een consumentenbelasting. Dus, en ik denk dat daar juist werk ligt voor de regering, de overheid. Om veel voorlichting naar die samenleving toe te brengen. Zodat er begrip is en dat men het systeem begrijpt. Ik moet wel zeggen dat de introductie onder zware tijdsdruk was gekomen. En dat het veel tijd heeft genomen om, laten we zeggen, wetgeving in orde te maken. Maar we zijn er, dus nu is het de taak van de overheid om met veel voorlichting, veel praten met de actoren die zich daarmee bezig moeten houden. En dat zie ik, laat me ook kritisch zijn, dat ik zie dat er daar heel wat schort. Het kan nog veel beter. Het instituut zelf, daar moet er wat werk verzet worden. Dus al met al, naar die samenleving toe, moet er meer gedaan worden om ze voor te lichten. Omzetbelasting komt te vervallen, maar loonbelasting is verminderd. Je kan niet, eigenlijk heb je zelden in een land waar er geen loonbelasting wordt betaald. Wat er wel is gebeurd, is dat gezorgd is dat de druk vanuit loonbelasting, dus eigenlijk tekisi salaris, dat direct lanti, granlantie puri money, dat deel, dat is een beetje verminderd. Zodat er meer ruimte is voor de werkenden om dan uit te geven. Zij die meer wensen uit te geven, zal meer uitgeven. Zij die wensen te sparen dan wel andere dingen te doen, zal daarvoor dat deel aangewend worden. Die winkels die, zoals wij die kennen, die levensmiddelen naar de samenleving toe brengen, daar is er al omzetbelasting betaald. Dus die goederen die in die winkels zijn, daar is er al omzetbelasting betaald. Dus ik heb gezegd, en het is ook opgenomen in die wet, een soort overgangsregeling, dat voor de eerste 3 maanden in die detailhandels, dus voor levensmiddelen, geen BTW gegeven moet worden. Dat wil zeggen, als je, ik zeg een goed dat, laten we zeggen een blik doperte, daarover zou normaal 10% BTW betaald moeten worden. Maar nu op dit ogenblik zou je in die Omusinesi geen 10% ervoor moeten betalen. En dit is een soort overgangsregeling tot eind maart. De wet heeft vrij zware sancties. Je praat al gauw, geloof ik, van gevangenisstraf van 6 jaren en hoge geldboetes. Maar wij hebben ook hier van de regering gevraagd dat in het begin, zover het gaat om
dat men het niet begreep of niet, nog niet zo ver was om geen sancties op te leggen. Tenzij, en dat is uitdrukkelijk gezegd, tenzij men bewust bezig zou willen zijn om te frauderen. Om de staat in de maling te nemen. Dan hebben we hier in het parlement aangegeven dat er geen pardon daarvoor geldt. Maar in de andere regelingen, in andere opzichten, is gevraagd om te kijken voor de introductie dat er geen sancties direct worden opgelegd vanwege de inspecteur der belasting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking streeft in het jaar 2023 en daar meer schenkingsfinanciering los te krijgen. Minister Ramdien zegt dat het aantrekken van schenkingfinanciering niet gezien moet worden als bedelen, maar als onderdeel van partnerschap. Verder zegt de bewindsman dat de kosten voor personeel op de buitenlandse missies niet opwegen tegen hetgeen aan schenkingsfinanciering wordt binnengehaald. Ik geloof dat we in ieder geval kunnen zeggen dat via economische en technische samenwerking met internationale partners, en dat zijn niet alleen de bilaterale betrekkingen, dat zijn ook internationale organisaties, dat er verschillende programma's en projecten zijn voorbereid en uitgevoerd tot een bedrag van ruim 110 miljoen US dollars. Dat is schenkingsfinanciering, dat hoeft niet terugbetaald te worden. Dus nogmaals 110 miljoen, dat is waarschijnlijk in termen van buitenlandse inkomsten een van de grootste sectoren, onze ontwikkelingssamenwerking. En de gebieden, de sectoren zijn landbouw, veeteelt, ICT, infrastructuur, volksgezondheid, milieu en gemeenschapsontwikkeling. Ook hier ziet u aan de ene kant dienstverlenend, volksgezondheid en milieu, gemeenschapsontwikkeling, maar aan de andere kant ook productiestimulerend. In termen van landbouw, veeteelt, ICT en infrastructuur. Dus het buitenlands beleid is niet alleen gericht op het aangaan van relaties en politieke vrienden maken. Het gaat er ook om dat we daar voordelen uithalen. 110 miljoen is tot op dit moment bereikt. Als onderdeel hiervan, omdat dat recent is, wil ik aangeven dat met Zuid-Korea afspraken zijn gemaakt. En de toezeggingen zijn nu bekrachtigd. Dat met bijvoorbeeld het ministerie van LVV 4 van die grote machines gedoneerd zal krijgen. En dat is een totaalbedrag van 800.000 US dollars. 4 excavators die gebruikt gaan worden om landbouw te stimuleren. De landbouwinfrastructuur te stimuleren. Dat is maar een voorbeeld. Japan heeft wat betreft bijna 2,7 miljoen US middelen beschikbaar gesteld om de pomgemalen te upgraden in Paramaribo met name. Die keuze is gemaakt voor Paramaribo. Nou, dat betekent dat we dus onze waterbeheersing veel beter zullen kunnen doen. 2,7 miljoen geschonken. Dus de technici zijn al hier, de specificaties zijn al besproken, dus de leveranties gaan plaatsvinden. En zo kan ik doorgaan en ik stel me voor dat we mijn collega's hier, dat we die lijst gewoon kopiëren en aan de media geven. Het overzicht van ondersteuning van internationale samenwerkingspartners. Kijken naar 2023, dit wordt een prioriteit weer. We weten wel in welke financiële situatie we zitten. We weten dat onze inkomsten niet zo geweldig groot zijn. Dus wij gaan moeten hebben van goede banden die we hebben ontwikkeld om daarvan te profiteren. En 2023 zal dat karakter weer hebben. Onze ambassades gaan in januari de specifieke instructies krijgen om daar harder aan te trekken. We willen zeker naar 200 miljoen in 2023. Het is geen geld dat we met handen opsteken krijgen. Het is geen bedelen, want dat lijkt vaak gezegd te worden. Het is gewoon partnerschap.
gelijkwaardigheid. Want die relaties worden opgebouwd op basis van vriendschappen, maar ook op basis van politieke voordelen die zij ook hebben aan een relatie met Suriname. Minister Albert Ramdin heeft berichtgevingen over torenhoge kosten voor de aanstaande dienstreis naar India ontkracht. De bewindsman spreekt tegen dat er bijkans $680.000 is uitgegeven voor het bezoek dat op 5 januari wordt afgelegd. Hij heeft tijdens een persconferentie op 4 januari aangegeven dat de reiskosten geraamd zijn op $150.000. Dat bericht, en ik heb het ook medegedeeld, is absoluut incorrect. Maar dat wist u al natuurlijk. Laat me dus gewoon bevestigen dat dat niet zo is. De reis naar India, strategisch van groot belang, omdat, zoals u misschien weet, India heeft de leiding voor betreft de G20 overgenomen van Indonesië, toen op Bali, een paar weken geleden, maanden geleden, en zal dus in 2023 leiding geven aan de G20. Vanuit die hoedanigheid is het uitermate belangrijk dat wij, we hebben al goede relaties met India, maar dat we dat versterken. Er is een bilaterale agenda dat sterk gedefinieerd is. Het bestaat uit niet alleen de politieke kant, maar ook de diplomatieke samenwerking. Er zijn een aantal overeenkomsten die afgerond moeten worden. Er zijn ook bilaterale functionele samenwerkingsprojecten, maar daarnaast ook investeringen. Dus het is wat dat betreft vierledig. De president zal met president Mormu praten, dat is een courtesy call. De president is een ceremoniële president in India. Maar de prime minister, die de executieve branche vertegenwoordigt, die daar zullen we mee praten, als ook de minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ook wat andere gesprekken met de gouverneur van Gujarat en van Madhya Pradesh, waar de diaspora bijeenkomst wordt gehouden. De delegatiesamenstelling is vrij klein. De president, de first lady, de main Bibis, ambassadeur John Ilahi, die zich belast is met de samenwerking met India. Dat zijn de vier substantiële vertegenwoordigers, om het zo even uit te drukken. Dus een heel klein substantieel team. Dan hebben we de twee voorzitters van de Senaat en Dharam en Arya Diwakar. Die gaan mee vanwege de activiteiten die daar op het programma staan. Dan heb je normaliter dus het ondersteunend team. En dat is veiligheid, protocol, secretariële ondersteuning en media. Dat is het team, 12 personen. Niet meer. Er is toegevoegd de heer Deo Sharman als ondervoorzitter van het parlement. Maar laat me ook meteen zeggen, zijn reis wordt volledig bekostigd door de regering van India. Dus valt niet onder onze begroting, maar is wel opgenomen in de formele presidentiële delegatie. Zijn reis is, ook, heeft ook een specifiek doel, omdat hij dus gehonoreerd zal worden met, die, met een award vanwege de Indiase regering. De totale kosten, en dat is alles bij elkaar genomen, is ongeveer $150.000. Rekening houdend met het feit dat dit alleen maar de reiskosten zijn die naar Delhi worden gemaakt. Dus vanuit Paramaribo naar Delhi. Alle kosten lokaal worden gedragen door de regering van India. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.